Goedendag. Het wordt nat deze pinkse dagen. Er trekt flink wat neerslag over het land de komende tijd. We zien al wat buien vanochtend vroeg om half zes over het zuidwesten van het land. En vanuit het zuiden komen nog veel meer buien. Momenteel boven Zeeland een aantal stevige onweersbuien. Maar vanuit het noorden van Frankrijk en vanuit België volgt dus nog veel meer. Op de weerkaart kunnen we dat goed zien. Dit is die eerste pluk met neerslag waar we nu mee te maken hebben. En dan vanuit het zuiden geleidelijk aan nog meer neerslag. En het activeert ook. En dat komt omdat een lage drukgebied tot ontwikkeling komt. En precies over het oostelijk deel van Nederland trekt. Hier gaat die neerslagband naar het noorden toe. En morgen dan krult die neerslag als het ware in de middag weer terug vanuit het westen. Dan krijgen we opnieuw te maken met buienige regen. In detail kunnen we dat ook goed zien. Dit is die neerslagband van vanmiddag die overtrekt. En vanavond dus. En dan tijdelijk wat droger in het zuiden. En dan morgen overdag weer vanuit het westen een aantal buien. Ook veel bewolking. En ook dan is er weer kans op onweer. Al met al kan er flink wat neerslag gaan vallen. Dit is het harmoniemodel. Dat komt zelfs met hoeveelheden tussen de 50 en 70 mm lokaal. Nou of het zoveel wordt, dat is natuurlijk nog wel even afwachten. Maar al met al kan er wel flink wat neerslag vallen. Ik hou er rekening mee dat lokaal echt wel meer dan 40 mm mogelijk is. Er zijn wel grote verschillen. De neerslag is buiig van karakter. Dat betekent dat er lokaal echt wel grote verschillen kunnen optreden. Er zijn ook gebieden met 15 tot 20 mm. En of die verdeling precies zo is, zoals op deze kaart staat, dat is natuurlijk nog maar de vraag. Dat is altijd moeilijk aan te geven van tevoren. Maar het is wel duidelijk een indicatie dat het behoorlijke waterdragers zijn, de buien die overtrekken. Nou, vanuit het zuiden komen ze dan vooral vanmiddag en vanavond overschuiven. Het gaat allemaal heel langzaam. In het noorden dan kan het nog tot aan het eind van de middag wel droog blijven. En kan de temperatuur nog oplopen naar zo'n 22, misschien wel 24 graden. Er is wel vrij veel bewolking aanwezig. Vanuit het zuiden dus die lagere temperaturen in de neerslag, 17 of 18 graden. Er is kans op onweer, daarvoor staat ook een waarschuwing uit. En er kan lokaal flink wat water vallen. Vanavond ook nog steeds die neerslag, met name dan in de noordelijke helft van het land. In het zuiden daar wordt het wat rustiger. Dan kan het misschien zelfs een beetje opklaren. Temperatuur tussen de 15 en 18 graden. De wind die zal van noordoost naar zuidwest gaan draaien. in de loop van de late middag en avond. En dan morgen, ja, dan komen die buien vanuit het westen weer binnen. In de ochtend misschien wel een beetje zon. denk toch ook wel veel bewolking hoor en lokaal al een bui. Smiddags wordt het, het 16 tot 19 graden bij een matige zuidwestenwind. Aan zee kan de wind af en toe vrij krachtig zijn. Fijne Pinksterdagen.